Ik heb expres dit hier neergezet, anders ga jij natuurlijk weer fucking irritant om met dat flesje de hele tijd. Dat wist ik al. Merry Christmas. Welkom dames en heren bij Foute Vrijdag. Mijn naam is Calvijn, dit is Don. Aangenaam. De Jong. Jazeker. Met Boerma. A.k.a. NLX Don. Oh nee, mag niet meer zeggen. De Kelvlog. Het is nog steeds Kelsemmer, de maand waarin ik elke dag upload. Zolang jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. Vandaag is dat zoveel duizend. Maar ga je echt serieus? Als je de likes niet haalt, ga je echt niet uploaden? Dan kap ik hem. Echt? Dat is mooi geweest. Dan zien we in 2021 wel weer verder. Welke YouTuber vraagt er tegenwoordig nou nog om een like? Ik. Alleen deze maand kun je kans maken op een gratis hoodie. Eén persoon maken. Elke dag kan één persoon winnen. Elke dag. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even je Instagram achter te laten in de comments en mij te volgen op Instagram. En te liken. En te liken. En dan maak je kans. Weet je welke dag het vandaag is? Maandag. Nee, het is woensdag toch? Ja, nee, chill dat je wijst naar iets wat buiten beeld is. Ja. Nee, welke dag is het vandaag? Kom nou, dit hebben we geoefend. Dinsdag. Nee, we hebben het geoefend. Helemaal niet goed. We hebben dit geoefend! Oh, Foute Vrijdag! Foute Vrijdag! Foute Vrijdag! Woehoe! Dit is de dag waarin we het onszelf niet zo moeilijk maken. Want waarom zou je? Waarom zou je de andere dagen van de week het jezelf wel moeilijk maken dan? Ze hebben er nog nooit over nagedacht. Ja, weet je welke precies waar zat? Nee. Je moet het weten. Nou ja, lijkt me wel handig. Top 10! Wat is de bedoeling? Gaan we nu top 10 video's kijken ofzo? Weet ik veel. Hier, we zoeken gewoon op top 10 lijst. Je mag wat kiezen, joh. Scroll lekker, doe lekker je ding. Kan jou het allemaal schelen. Don. Scroll elke keer zo, ja. Don heeft nog nooit een laptop aangeraakt. Tien beetjes over de regen. Mag ik wat zeggen? Ja. Ik vind het echt een kutkeuze. Krijg de tyfus maar. Top 10 grootste vleermuizen ter wereld. Ik weet waar ze vreten. De Macroglossus sobrinus. Ja man, daar heb ik ook wel eens last van. Jij? Dit is een foto van Shahid. Wat leuk. De Walberg vleerhond. Oh, familie van Mark. Walberg. Ken je Mark Walberg? Nee, ja. Natuurlijk ken ik Mark Walberg. Die gast, fuck, goede acteur. Hier, dit is nou echt iets voor jou. Liles vleerhond. Een vliegende vleermuissoort. Die behoort tot de familie van Pteropodidae. Oh. Is dit niet gewoon online les nu voor de kijkers? Jazeker. Welkom bij Leren met Don en Calvijn. Met vandaag vleermuis. Kom, vertel eens wat over vleermuizen. Nou, misschien kunnen we daar wat van leren, een leermuis. Zes, palmvleerhond. Dit is wel, maar deze wil ik. Dit is de befvleermuis. Ik vind het altijd angstaanjagend hoeveel vleermuizen gewoon op honden lijken. Ja. Dit is gewoon een vos. Jij debiel, een vos is geen hond. Ja, plak op je hond thuis een paar vleugels en het is echt een hond. Dit gaat niet erg goed, hè? Zullen we de top 10 duurste auto's ter wereld kijken? Dat is goed. Kani Huawei BC 2,8 miljoen. Saaie auto, wel goed geluid. 8. Ferrari Pininfarina Sergio. Weet je wat het is, Pininfarina? Wil je het weten? Ja, heel graag. Ferrari werkt samen met een designbureau dat heet Pininfarina. En die hebben eigenlijk al hun mooiste auto's gedesigned. Oh, maar ze hebben nu hun eerste eigen supercar uitgebracht met 1000 pk en elektrisch. Dus zo leert u nog wat, hè, bij de Don Autoshow. Jezus, jij weet veel. Maar, weet jij iets over trekkers? Aston Martin Valkyrie. Nou ja, dit ziet er bij mij, dit ziet er niet eens uit als een auto. Sorry hoor, maar dit is toch een lelijk ding. Dit ziet er, ja, ik vind deze ook verschrikkelijk. Lijkt een conceptcar 12 keer mislukt. Wat is een conceptcar? Een concept? Weet je wat een conceptcar is? Nee, what the fuck? Conceptcar is gewoon een auto die ze maken. Die maken ze dan maar een paar van, of maar één. Die zetten ze neer in de showroom en die maken ze foto's van. Hè, en dat gaat dan over het hele internet van, hé, dit is een nieuwe conceptcar van Audi bijvoorbeeld. Maar het is dan een concept nog, dus het kan nog veranderen of ze kunnen uiteindelijk de stekker eruit trekken. Lycan Hypersport 3,4. Dit vind ik ook lelijk, hè? Deze dingen zien allemaal uit als speelgoedautootjes. Ja, maar Hot Wheels. They're the fastest metal cars you've ever seen. Mattel's new Hot Wheels. Supercars zien er ook vaak uit als speelgoedautootjes, maar dan gewoon op de weg. Real life shit. Oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht.
McLaren P1, een absolute legend. Nummer 4, 3,6 miljoen dollar. Nou, dit vind ik nou een mooie auto. Die is mooi, hoor. Ik vind vooral de nummerplaat pil. Dit is P1 LM, sukkel. McLaren P1. Ja, nee, dat was mijn impressie van een boer die er geen verstand van had. Ik wist het. Lamborghini Veneno Roadster. Ja, dit is een absolute V12 legend, maat. Stel je voor, jij hebt 4,6 miljoen. Koningsegg. Koningsegg, het is Scandinavisch. Oh, Koningsegg CCXR Trevita. Ja. Ik vind hem echt fucking lelijk. Dit is een soort schattig bijtje hoe die kijkt. Maya hi, Maya hoe, Maya ho, Maya ho. Hallo? Pardon. We naderen nummer 1. Doe gok. Jij kan dit. Another one. Zo! Nou, dit is echt. Ja, het is toch een trekker. Echt niet normaal, jongen. Ik schrijf in de hint, hij is 13 miljoen. Is het een Pagani of een Bugatti? Bugatti Chiron Sport? Nee. Het is een Maybach. Nee. Ik heb geen zin in betraling, wil het zien. Rolls Royce. Swaptail. Jezus Christus. En hier zie ik mezelf wel rijden. Echt, ik vind zulke lelijke auto's. Het is echt oude lullenbak. Ik ben ook een oude lul. Hey, maar hieronder staat nog één. Wat zei jij net? Oh, hier, Bugatti La Voiture Noire. Wat een kutlijstje is dit. Krijg de tyfus maar. Ik zei toch net Bugatti. En dan hebben we nog een. Ja, wat de gast, dat ik deze niet op heb genoemd. Fucking dom. Dit is, vind ik, een hele mooie auto. Ik vind het ook een vette bak. Mag ik een reclameblok inlassen, dat ik kan plassen? Is goed. Dames en heren, Don moet pissen. Merch! Let's go! Je ziet ze hier, ze zijn fantastisch. Elke dag geef ik er één gratis weg. En dat zijn er deze maand maximaal 31 stuks. Wil je nou kans maken? Laat dan even je Instagram achter in de reacties. En volg mij op Instagram, @calvijn. Dan maak je kans. Duurste hotels. Duurste hotels? Dan weten we alvast waar we naartoe moeten volgend zomer. Burj Al Arab! In Dubai. Ja, die heb ik gezien. Vlak voordat corona uitbrak. Ik heb daar een keer geslapen. Echt? Nee, tuurlijk niet. Hotel Plaza Athene. Gast, dit ziet er niet uit, man. Is toch prachtig? Een nacht kost je 24k? Allemaal leuk en aardig met die auto van je, maar echte ballers slapen gewoon in het Hotel Plaza Athene. Another one. Hotel The Raj Palace. Ja joh, dit zijn allemaal prachtige hotels. Nummer 1, Lovers Deep, Luxury Submarine. Nou, ik zou je dus nooit... Wow, yo! 130k per nacht! Maar het is een onderzeeën. Het is wel echt hard. Hoe buitensporig het is. Elke minuut dat je in dit hotel doorbrengt, is elke cent waard. En voor 133.000 per nacht ga ik echt niet genieten. Dus ik alleen maar, god. Ja. Zullen we eens uitrekenen hoeveel het per seconde kost? 24 uur. 86.400. Ja. Het kost 1,54 euro, afgerond 1,55 per minuut. Per seconde. 1,55 per seconde. Oh, dan valt het wel mee als je het zo bekijkt. Merry Christmas! I'm gonna destroy that green car in 5 minutes.